Oké. Dag Isha. Hallo. Zeg, jij hebt hier zo'n mooi lintje aan. Ik ga het lezen voor de mensen die het niet kunnen zien. Miss Elite Beauty Queen Europe 2019. Ja, dat is inderdaad waar. Ik ben Miss Limburg Internationaal 2019 voor België en voor Nederland dan. Mm-hmm. En op die finale werd er eigenlijk ook een Miss Elite Beauty Queen Europe uitgekozen. Ja. Dat moest niet per se de miss zijn die gewonnen had. Maar Vicky heeft mij toch gekozen. Dus heb ik het nog een lintje en nog een kroontje gewonnen daar op de avond. Dus mijn avond kon niet meer stuk. Ja, dat is wel supergoed voor jou dan. Hè? Natuurlijk, ja. Hè, dat is echt. Ja, mijn dag kon echt niet meer stuk. Dat was een geweldige avond. En dat kroontje heb je dan ook vandaag? Ja, dat kroontje heb ik van Vicky zelf gekregen. Dus we gaan zien op de finale zelf van Miss Elite Beauty Queen wat we daar gaan halen. Hè. Ja, waar is die finale ergens? In Latvia, dat is in Letland. Ja, mag ik mee? Boah, misschien als je zelf betaalt. Hij vliegt. Ja, oké. Okay. Zeg, nu, wat moet ik daarbij voorstellen? Je gaat naar het buitenland een finale doen. Moet je daar speciaal voor voorbereiden? Ja, de voorbereidingen zijn eigenlijk een beetje ongelooflijk. Galakleren, avondkleren, gewone kleren, sportkleren. Het is een beetje van alles. We moeten ook een eigen act in elkaar steken, wat dat eigenlijk voor ons persoonlijk is. Dus ja, het vergt wel heel veel voorbereiding. Maar ik heb al veel buitenlandse misverkiezingen gedaan. Dus wel, dat is wel goed, mijn hele kleerkast. Eigenlijk heb ik een aparte kleerkast vol met galakleren. Dus ik heb ze maar gewoon uit te kiezen. Dus dat is perfect eigenlijk. Okay. Zeg, als de mensen jou beter willen leren kennen, wat moeten ze dan zeker weten over jou? Ja, ik ben eigenlijk een heel avontuurlijk persoon. Ik hou van reizen, ik hou van sporten, ik hou van nieuwe culturen leren kennen. Ik wil niet echt zo in België blijven. Zo, ik wil dingen leren kennen en mensen leren kennen. En ja, dat is eigenlijk mijn doel in het leven. Hè? Ja, ja, ja. Nu, als je nu deze titel zou winnen, dus ben je al Miss Elite Beauty Queen? Miss Elite Beauty Queen internationaal. Want er doen eigenlijk meer dan 40 meisjes mee van India, van Korea, van Thailand, noem maar op. Dus het gaat. Concurrentie is er wel, want er zijn heel veel mooie meiden in. En was er aan verbonden als je dat wint? Ja, een geldprijs. Maar voor mij eigenlijk het belangrijkste is dat kroontje. Bij mij, interesseren zal ik niet echt zeggen, maar dat kroontje is voor mij eigenlijk echt wel het belangrijkste. Moet je dan nog achter de présences doen in functie van die titel? Ja, natuurlijk. Dan is dan een paar keer op een jaar naar daar reizen voor te jureren, voor acte de présences. Klinkt goed, hè? Dat is keigoed, hè? Kunnen we eens een paar keer weg? Dus ja. Oké, okay. Goed. Wel, ik wens je nog heel veel succes en ja, hopelijk kies je en word je verkozen. Hè? Ja, ik hoop het ook. Maar ja, we zullen zien en je ziet het al verschijnen. Hè? Okay, goed? Ja, merci. Artikeltjes opsturen als je kinderen bent. Sowieso. Ja, sowieso.